Ja, wat een toestand, hè? Rond die Frans Timmermans, hè? Bijgenaamd de Groengoeroe. Ja, iedereen valt over hem heen. Ja, maar ze vinden allemaal dat dat kan eigenlijk niet. Dat hij zo rijk is dan, of er zo rijk zou zijn. En zo'n groot huis woont. En dat hij eventueel miljonair zou zijn. Maar vrienden, luister nou even goed. Ik bedoel, nou moet ik het ineens een heel klein beetje voor de groengoeroe opnemen. Niet helemaal, maar een klein beetje. Ik bedoel, ja, dat die man in een behoorlijk huis woont. Ja, nou en? Nou en? Laten we nou toch een beetje elkaar leuke dingen gunnen en een beetje het zonnetje zien schijnen in het vijvertje bij een ander. Laat gaan, vrienden. Dat maakt toch allemaal niet uit. Dat is allemaal niet zo erg. Maar wat het vervelende is, hij werkt voor een club. Hè, zeg maar, dat hele linkse gebeuren, dat is van eerlijk delen. Ja, die staan voor eerlijk delen. Ja, moeten alles eerlijk delen. Nou, en, ja, dan had hij gewoon heel verstandig had hij afscheid moeten nemen van die extra bonus van dat wachtgeld uit Brussel. Hij moet gewoon moeten zeggen, die 3 ton, ik wil daar helemaal niks van zien. Ik kom wel door die paar maanden heen dat ik even die campagne moet doen. Zo had hij het moeten doen. Maar nee, hij wil toch dat geld hebben. Kijk, en daar vallen mensen terecht overheen. Niet dat hij een groot huis heeft. Want die van Groningen, heb je hem weer gezien daar? Dus ook, die wordt ook een verschrikkelijke deugneus daar bij het op 1. Oh, en dan de heigen, maar joh, zo van, oh, ja, maar, beetje flauw om te vragen. Flauw om te vragen. Hij dekt zich al in. En ja, maar u bent toch wel miljonair? Wat doet dat nou ter zake? Maar goed, ik schakel snel door naar onze vriend Sander Schimmelpennink. Ja, want die is toch weer bezig om iedereen weer heel hoog op de kast te krijgen en in de gordijnen te jagen. Want wat heeft hij nu weer gezegd, deze Schimmelpennink? Let op, hè. Hij zegt, ja, iedereen die wat kan in Nederland, hè, hij heeft het dus over dan dat iedereen er overheen valt dat de groengoeroe miljonair zou zijn. Hè? Hij zegt, iedereen die wat kan in Nederland is miljonair als 60er. Oh, is dat zo? Schimmelpennink. Oh, dat wist ik niet. Nou zeg. En dan zegt hij erbij, 1 miljoen is misschien veel. Ja, voor de gemiddelde tikgeit. Daar bedoelt hij heel denigrerend mee. Een secretaresse of zo. Ja, of plopkap. Ja, wie een plopkap is, dat weet ik dan ook niet. Hij zegt, maar het is natuurlijk volstrekt normaal om miljonair te zijn met de carrière van Timmermans. Hey, luister eens even goed. Iedereen die wat kan. Schimmelpennink, wat denk je ervan? Een goede zwemleraar. Ja. En die man, hè, die doet zijn hele leven, doet hij rugslag, schoolslag, doe het beroep. Die wordt toch nooit miljonair in geen 100 jaar? Nee. En een reisleider, ja. Die je helemaal geestig doen voor in die bus. Oh, wat leuk. Ja, als u links kijkt, dan ziet u rechts niks. Die, ja, die wordt toch nooit miljonair. Ik, nee. En als je bij de apotheek werkt en je hebt heel veel studie voor gedaan, voor al die medicijnen, dat is gewoon een baan. Dat is gewoon werken, stratenmaker. Ja, dat zijn gewoon vakmensen. He? Net als schilders, noem maar op, en lui in de bouw. Ze zijn allemaal vakmensen. En zo'n stratenmaker, die zit maar te tikken. En op zijn 40ste, 45ste is zijn rug helemaal naar de Filistijnen. En die wordt natuurlijk nooit miljonair. Hoe kun je nou zo, Schimmelpennink, gewoon over gewoon hardwerkende mensen praten en die zo eventjes wegzetten en neerzetten. Ik bedoel, misselijk, misselijkmakend.